Hey, Mark Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 9. In deze video gaan we het hebben over een heel belangrijk menuetje. Wat onder de komma zit, en dat is het oriëntatiemenu. En dat is iets wat jij even, even, even ook nog moet weten. Naast draaien, schalen en verplaatsen en zo van de vorige video's, moet je wel weten hoe je de boel de juiste kant op krijgt, oriënteert, zeg maar. Nou ja, in deze video laat ik het je zien. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat een leuke reactie achter. Oké, okay, dat komt uit taartmenu dus. Hè. Dat heeft alles dus te maken met transform je moet het een beetje zien. Stel je voor, je zit in een speeltuin en je hebt van zo'n draaiding, weet je wel. En dan ga je heel hard draaien, 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 En ik stap er opeens vanaf en je loopt echt niet meer in de rechte lijn. Je voelt je misselijk worden en je hebt geen idee welke kant je opgaat. Zo moet je het een beetje zien. Want we hebben het gehad over verplaatsen, draaien en schalen. En dan is oriëntatie zoiets als, ja, maar welke kant moet het allemaal opgaan? En het heeft dus te maken met World Local View en 3D Cursor. Maar beter, laat ik het je gewoon direct zien in Blender. Hé, hey, dit is de doelopdracht, maar niet de doelopdracht van deze video. Maar van de volgende video, nummer 10. Want in deze video hebben we het over het uh, minuutje wat achter de komma zit. En in de volgende video gaan we het hebben over het minuutje wat achter de punt zit. En het zijn twee hele belangrijke taartmenus. Die uh, makkelijk met elkaar samenwerken, bij elkaar horen. En daarom hebben ze dus ook die. Komma en de punt bedacht, want die zitten ook naast elkaar op je toetsenbord. Dus uh, let's go. Hey, aan uh, die komma, uh, dus, dat is dus het oriëntatie menu. En dat is zo'n paaien menu. En dan kun je dus heel makkelijk uh, switchen van een tussen de ander. En als je het in jouw koppie zit, als je het heel vaak hebt gedaan, hoef je geen eens meer te lezen welke kant je op moet, bam, je bent direct geswitcht. Maar als je er geen zin hebt in een paaien menu, dan vind je hierboven hetzelfde ook hier zo. Transform Orientation Menu met Global, Local, Normal, Gimbal View en 3D Cursor. Dus deze vind je dus ook terug achter het... Dit is gewoon hetzelfde als die. En je mag zelf kiezen welke je wil gebruiken. Maar goed, wat doet het nou eigenlijk en waar is het handig voor? Krijg je naar een pakje en krijg je naar uh, numpunt, Dan... Uh, heb ik hier het pakje. En ja, wat is eigenlijk het probleem? Dat pakje ligt niet op de boot. Oh nee, want de boot is natuurlijk op een grote golf. Die boot heeft, uh, die valt er bijna van af. En hoppakee, alle pakjes vliegen door de lucht. En aan jou de taak om het op te ruimen. Ja, leuk, hè? Opruimen. Nou ja, opruimen in Blender is altijd leuk. Zeker als je ondertussen ook nog uh, leert. Hè? Goed. Ik ga het pakje even bekijken in numpad/// slash. oftewel in local view. Alright, nou dat pakje is op een bepaalde manier gedraaid, zie je wel? Een willekeurige, random manier. En die random manier kun je ook zien in het M-menu, want bij het M-menu vind je hier uh, de getallen van rotatie. En uh, voor x, y, z. Dus dit pakje heeft gewoon een bepaalde rotatie. En dat kan ik ook uh, ongedaan maken door, weet je nog, met Alt R. En als ik Alt uh, Alt-R druk, hoppakee. Dan zul je zien dat deze getallen allemaal op nul staan en dit pakje weer uh, eigenlijk georiënteerd is, zoals dat, uh, zoals dat is uh, gereset. De oriëntatie is gereset, dat moet ik zeggen. Nou, als ik het pakje vervolgens selecteer en ik heb hier dus even mijn verplaatst widget aan, want dan zie je dus goed uh, welke assen die oriëntatie eigenlijk is. Goed, uh, in dat comma menu vind je dus een heel aantal, maar eerst maar eens eventjes het verschil tussen global en local, en die zul je het meest gebruiken. Als ik hem op global zet, dan zijn die assen van het pakje precies uitgelijnd zoals dat ook in de wereld is. Met de z naar boven, de i deze kant op en de x deze kant op. Eigenlijk precies hetzelfde zoals de wereld ook is georiënteerd. En daarom heet het ook global orientation. Alright. Maar stel je voor, ik ga het pakje een beetje draaien. Dus ik geef gewoon een random rotatie. En uh, je zult zien dat omdat die nu op global staat, blijven die assen dus hetzelfde staan. Zie je? Dus hoe ik het pakje ook draai, die assen zijn hetzelfde zoals ik ze net ook heb getekend. Ze blijven altijd georiënteerd naar de wereld. Maar ik kan hem dus ook op local zetten. En als ik dat doe, hoppakee, dan is die z-as, die gaat opeens niet meer recht naar boven, maar die gaat deze kant op. En de a-as... Deze kant op en de x as deze kant op. Dus dan zijn de assen van het pakje georiënteerd naar zijn eigen draaiing. Dus als ik dan ook uh, RZ doe, dan draait hij dus ook op deze manier. Maar switch ik uh, naar global. Ik doe dan Rz. Dan draait het pakje op. Deze manier. Nou, en welke nou uh, het beste is, is niet echt één het beste. Maar yeah, je zult zien dat je soms gewoon heel vaak switcht tussen local of global. En het is in ieder geval heel erg goed dat je weet dat het bestaat. Maar er zijn nog twee andere waar we het ook even over moeten hebben. Om te beginnen met view. En als ik hem daarop zet, dan lijkt het alsof de z-as is uh, verdwenen. Maar de I-as opeens uh, recht naar boven wijst in plaats van de z-as. En de x-as wijst deze kant. Maar die z-as, die blauwe is niet per se verdwenen. Maar die wijst uh, naar jou toe. Dus die komt zeg maar baf. In je face. En daarom heet deze Transform Orientation heet dus ook View. Want hij is georiënteerd naar de view hoe je hem ook draait. Dus als ik mijn view een beetje anders draai. Zie je. De I-as gaat altijd naar boven. En de X-as gaat altijd naar uh, links rechts. En de I-as dus naar boven en beneden. En de Z-as naar je toe. Dus uh, dat kan soms heel handig zijn. Als je een beetje bijvoorbeeld zo wil draaien. Dan kan je dus je view precies zo oriënteren. En dan doe je bijvoorbeeld rz. En dan draai je hem via de z-as en dan draai je hem dus precies zoals jij er tegenaan kijkt. Dat kan ook heel handig zijn. En de volgende heeft alles te maken met de 3D. Cursor. En die heb je in de vorige video's als wel her en der voorbij zien komen. En volgens mij heb ik heus al verteld dat je die kan plaatsen met Shift en dan rechts klik. Als ik dat doe, dan kan ik dus 3D-cursor ergens in de 3D-wereld zetten. En als ik dan ook nog uh, zo doe, bijvoorbeeld op een object, dan komt hij ook precies op dat object uh, terecht. En dat is best wel uh, handig. Nou, een 3D-cursor heeft ook bijvoorbeeld de functie van uh, nieuwe objecten spawnen. Bijvoorbeeld Shift A. Als ik dat doe, Shift A, ik doe mesh en dan monkey, dan krijg ik hier een hele grote aap die om maar eens eventjes in game termen te spreken op de plek van de 3D cursor. En met X haal ik hem gauw weer even weg, want we hebben hem niet nodig. Maar de 3D cursor heeft ook nog veel meer functies dan alleen maar nieuwe objecten in je scène krijgen of ergens op een bepaalde plek terechtkomen. De 3D cursor heeft een bepaalde oriëntatie, oftewel ook een draaiing. En je kan er nog veel meer dingen mee doen. Maar dat komt later allemaal wel. een 3D cursor. Als ik hem neerzet, dan zul je zien. Eens kijken of ik dat een beetje goed in beeld kan brengen. Nou, zo hier wel. Dan zie je dat die. Uh, het zit eigenlijk een soort van uh, lijntjes. En op dit moment is dat meer een soort van. Uh, recht uh, kruis. Ja? Oké, okay, oké. Okay. Kijk goed. Maar als ik de wereld draai. Aha! Dan wordt het opeens echt een 3D-cursor. Met. Het is bijna niet te zien, maar net zoals die drie asjes die ook. Uh, die elke keer terug ziet komen met X, Y, Z en zo. Dus die 3D cursor heeft ook een eigen draaiing. En op het moment dat je hem opnieuw plaatst, dan kijk je er recht tegenaan. En dan uh, zie je zien dat hij op die manier, dus die draaiing in de wereld is geplaatst. Goh, wat een lang verhaal. Waar gaat het nou eigenlijk om? Nou, komma. ja. Dus het comma menu heeft ook een uh, 3D cursor view uh, nee, een transform orientation kan je ook kiezen voor 3D-cursor. Hop. En dan zie je dus dat uh, deze assen zijn precies dezelfde gedraaid als de 3D-cursor. Oké, okay, dat was het. Uh, bijna voor deze video. We hebben het gehad over Global Local View en Cursor. Ja, en ik weet dat Gimbal Normal er ook nog bij staat. En uh, dat weet jij nog niet. Maar er staat zelfs een plusje. Je kan zelfs je eigen custom transform orientations vastleggen en eigen naam geven hoe maar dan ben je echt wel heel erg pro blender nerdy bezig maar misschien is het ook wel handig hey, maar even even dit hè. je kan in blender eindeloos bezig blijven met hoe kan ik iets doen op de meest handige snelle efficiënte manier en het internet staat vol met tips en trucjes over hoe je sneller in 3d kan werken met blender maar je moet voor jezelf een balans vinden tussen gewoon doen dan maar op een onhandigere iets meer tijdroverende manier maar hey het is af en het is vet dus uh, wel ook wel weer die trucjes wel blijven leren. Want uh, het is wel handig als je dingen een beetje sneller en handig kan fixen in Blender. Maar het moet niet ten koste gaan van je eigen lekkere creatieve voortgang. Hoehoe. En ja, ik heb heel lang nagedacht over deze training. En ik vertel jou datgene wat je echt moet weten. Plus een klein beetje meer, maar niet alles. Want dan zou je helemaal knettergek worden. Want het moet wel een beetje leuk blijven. Hey, in de volgende video gaan we het hebben over de het, de het, de, de punt nee het menu de de het menu punt oftewel het pivot point en heeft ook alles te maken met de oriëntatie en recursor. en dan gaan we deze pakjes op de boot zetten ik zie je daar tot de volgende video maak het